In de Tweede Kamer is, zoals gezegd, geschokt gereageerd. Begrepen we eigenlijk niet, want ze hadden het al kunnen weten, maar toch. Dit waren de reacties achterin. Volgens hoort u Gert-Jan Segers. Hij is natuurlijk de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Minister van Justitie Grapperhaus en de fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff. We willen in vrede met elkaar leven. We hebben heel veel verschillen in dit land. We hebben heel veel vrijheid en die vrijheid die komt iedereen toe. Als je die vrijheid gebruikt om kinderen te leren om te haten, op te zetten tegen anderen, ja, dan weet je, dit is zo funest voor een vreedzame samenleving. Dus het is echt je hart breekt als je dit ziet. Ik vind zelf, het moet heel duidelijk zijn, wij zijn een democratische rechtsstaat. Elke vorm van uitlatingen of gedrag tegen een bepaalde bevolkingsgroep, of waarbij een bepaalde bevolkingsgroep wil uitsluiten, of dat nou vrouwen zijn, of homo's, of joden, het maakt niet uit, dat is verwerpelijk. Daar gaan we tegenin. Als je zegt, mensen die anders geloven, die moeten dood, en je begint daarop met kinderen van 6 of 8 mee te indoctrineren, ja, dan ben je heel langdurig iets aan het zaaien, haat, wat ooit een keer geoogst gaat worden en wat ik niet wil in onze samenleving. Ooit een keer geoogst zal worden. Daar moeten we dan ook rekening mee houden, denk je? Absoluut. Kijk, het is natuurlijk volslagen evident dat op het moment dat je zo de grondslagen van alles waar de samenleving voor staat, zelfs de vrijheid als zodanig, als je die verwerpt, als je ontkent dat de mensen met wie je samenleeft het recht hebben om het leven naar eigen inzicht te leiden en gewoon de rechtsstaat verwerpt, ja, dan valt iedere grond onder het vreedzaam samenleven valt weg. Maar dan hebben we toch gewoon een paard van Troje met al die kinderen die uiteindelijk hier opgroeien. Zijn we dan niet al te laat? Ik bedoel, ik wil daar niet angst over jagen, maar als dat echt zo ernstig is, is er nog een weg terug? Of zeg je, nou ja, het is jou toch ook gelukt om te deradicaliseren, dus daar moeten we ook hoop op hebben? Nou, kijk, een antwoord zal al verlaat zijn. Dat is waar. We zijn traag geweest in het, in elk geval het hek, in elk geval in politieke zin en misschien ook in maatschappelijke zin in het erkennen van dit probleem. Het erkennen voor wat het is. Hè, dat we hier te maken hebben met een totalitaire antidemocratische ideologie die de grondslagen van de rechtsstaat verwerpt. Daar zijn we gewoon traag mee geweest. Want hoeveel kinderen zijn er al van die weekendscholen afgekomen en inmiddels op een leeftijd waarop ze dit gewoon omarmen en daar misschien zelfs een risico voor de samenleving mee vormen? Dat is vrij lastig. Maar kijk, het salafisme is natuurlijk eind jaren 80 en in de jaren 90 is het al geworteld in Nederland. En zijn ze eigenlijk sindsdien zijn ze bezig geweest met het opbouwen van de infrastructuur. Ze hebben sterke vinger in de pap als het gaat om scholing. Ze hebben de boekenmarkt, zijn ze grote speler op. En ze hebben natuurlijk ook een ander voordeel. En dat is kijk, de traditionele islam, dat is een dat. Maar wacht even, hoeveel leden heeft die salafistische samenleving in Nederland dan inmiddels? Als het al sinds de jaren 80 gaande is. Nou ja, daar is het begin, zeg maar. Ik geloof dat op dit moment officieel dat het wordt niet bijgehouden. Dus het is niet precies duidelijk hoeveel salafisten er zijn. Maar het wordt geschat op dit moment op zo'n, ik geloof zo'n 10% geloof ik van de moslimgemeenschap. Maar het wordt niet. En dat zijn hoeveel mensen ongeveer? Even kijken naar hoeveel moslims hebben we. Even kijken, we hebben iets meer dan 1 miljoen moslims. Dus dat, dan praat je over iets van 100.000 mensen, denk ik. 100.000 mensen die met dit gedachtegoed in Nederland leven. Dan mogen we eigenlijk van geluk spreken dat het niet tot vreselijk geweld heeft geleid of tot aanslagen. Nee, het is natuurlijk. Kijk, het gevaar is niet alleen aanslagen. Ik denk dat het echt een lange termijn gevaar is. Kijk, je hebt hier te maken met in principe een totalitaire beweging. Antidemocratisch. Een extremistische beweging, maar die in principe niet te tolereren valt. Het kan zich uiten in terrorisme. Het kan zich ook natuurlijk op andere manieren die ook gevaarlijk zijn uiten. Bijvoorbeeld door gewoon aanwezig te zijn, door te groeien, door bekeerlingen te winnen. Dat is natuurlijk olievlek. Maar ja, dan is het heel relevant dat nu wordt gezegd, kunnen we ze nog deradicaliseren? Er is afgelopen week 1,5 miljoen euro vrijgemaakt door de Europese Unie voor een filosoof, en dat bent u ook, Rick Pils, die mag de ideologie gaan onderzoeken van fundamentalisten in het hoofd kruipen daarvan. Heeft dat zin? Of hoe moeten we dat doen? Moeten we inderdaad de heil gaan zoeken bij een filosoof? Was eigenlijk mijn gedachte daarover. Als hij bepaalde onderwerpen die tot nog toe moeilijk ter sprake zijn te brengen, als hij die bespreekbaar weet te maken, dan is het nuttig.
dan is het nuttig. Maar ja, het is dus. Maar ik heb natuurlijk wel een beetje mijn vraagtekens bij. Van joh, het is in principe niet verschrikkelijk ingewikkeld. Zonnevissen hebben gewoon een duidelijk afgebakende leer. Je kunt die boeken overal kopen. In iedere moskee. Ik bedoel, maar deradicaliseren, is dat niet ingewikkeld? Oh, deradicaliseren, ja, zeker. Nee, dat is. Denkt u dat dat gaat lukken? Nou, of het moeilijk is. Kijk, het is moeilijk. Ik ben zelf heel sceptisch of dat je mensen kunt dwingen. Ja, want u heeft het zelf gedaan. U bent Plato gaan lezen in de gevangenis. Ja. En dat heeft u het licht doen laten zien, zeg maar. Maar je kunt deze kinderen niet allemaal Plato gaan laten lezen. Dat heeft ook dus geen zin, want je dwingt ze daar dan toe. Nou ja, je kan mensen niet tegen hun wil dwingen om hun opvattingen te veranderen. Daar ben ik heel sceptisch over. Wat kun je wel doen? Wat je wel kunt doen is sowieso het salafisme. Ik denk dat er in elk geval een grondslag gecreëerd moet worden om in elk geval die het mogelijk moet maken om misschien toe te werken naar een soort van verbod voor in elk geval voor salafistische instellingen. Dus dat betekent dat we zoveel mogelijk ook juridische obstakels op moeten werpen om groei van het salafisme zoveel mogelijk in te dammen. Dus dat betekent gewoon klip en klaar al die weekendscholen sluiten. Moskeeën waar salafisten geworteld zijn ook allemaal sluiten? Dat zal per casus afhangen, maar het moet in principe wel mogelijk zijn. Kijk, het is natuurlijk wel verslagen duidelijk dat dit gaat zodanig een grens over dat we dit niet kunnen tolereren. Dit is een gevaar voor de samenleving. Als dit zou groeien, als dit mainstreamt, hè, als dit zeg maar de norm gaat worden, als dit het gezicht van de islam gaat bepalen in Nederland. Ja, dan omdat er geen gemeenschappelijke grond meer is, ja, dan kom je natuurlijk wel in een situatie dat conflict lastig te vermijden wordt. Want hoe kun je kan er niet mee in vrede samenleven. Er is geen gemeenschappelijke grond meer. Dus het is een kwestie van nationale veiligheid. Het is een soort van maatschappelijk belang dat dit wordt ingedampt. En dat we in elk geval zorgen dat de groei van het salafisme dat onmogelijk wordt gemaakt. En daarbij kun je natuurlijk denken aan bijvoorbeeld een beslagname van salafistische literatuur, het kunnen ontbinden van salafistische organisaties, formeel en informeel, het eventueel kunnen vervolgen bijvoorbeeld van predikers die aanzetten tot haat, die aanzetten tot het verwerpen van de grondslagen van de samenleving, van de rechtsstaat, en dat je daar gewoon een grens trekt. Een keiharde grens die nu nog niet getrokken is, terwijl we wisten het allemaal en we zijn geschrokken, maar eigenlijk waarvan? Van informatie die we al lang hadden kunnen weten en ook al lang wisten. Ik wil u hartelijk danken, Jason Walters, ervaringsdeskundige, dus voormalig lid van de terroristische Hofstadgroep. Jaren in de gevangenis gezeten, maar nu wetenschapper en deradicaliseringsexpert.